Hallo allemaal en weer een slijmvideo. Yep, jullie zien het goed. Ik heb, zoals ik al zei, die andere slijmpakketten van Nickelodeon ook gekocht bij Kruidvat. €2,99 zijn ze nog steeds en wij gaan vandaag kijken naar Volcanic Eruption. We hebben al twee video's hierover gemaakt. We weten al wat voor soort slijm het is. Maar ik was gewoon erg nieuwsgierig naar wat voor soort geur Volcanic Eruption nou was. Die andere twee, dat gras en oceaan, die roken lekker. Oké, nou krijgen we dit weer natuurlijk. Zo, hoe krijg ik hem open? Ja, dat is met een nagel erbij. En we gaan even kijken hoe dit ruikt. Oké. Totaal anders dan ik zou denken. De Volcanic Eruption zou ik denken dat dat zou ruiken als zwavel, dus een soort stank. Maar dit ruikt een soort, ja, een soort zoetig of zo. Ik weet het niet. Het is in ieder geval niet vies. Het wil er ook niet goed uit. Ook hier zitten die. Hier zitten ook die balletjes in. Ja, die willen er niet allemaal uit. Het is. Deze is wel. Wow. Kijk, gaan ze weer. En nog meer en nog meer. Die balletjes die vind ik niet zo'n succes. Deze is wel veel plakkeriger dan die andere. Hij laat gelukkig geen troep achter op de onderkant. Maar deze balletjes vliegen er ook direct uit. Ik vind hem, je kan het niet zo goed zien. Ik heb hier ook niet een andere onderkant. Het is gewoon heel doorzichtig. Dus ik ga hem gewoon even zo voor jullie vasthouden, zie je? Kijk, dan doen we dit even een beetje zo opzij. We hebben gewoon een heel... dit is hem. Het is een beetje roze, persikachtig. Ja, misschien zit er ook wel een soort persikachtig geurtje aan. Ik weet het niet. Het stinkt niet. Het is een beetje een... die balletjes, we laten ze gewoon lekker eruit als ze eruit vallen. Het is hetzelfde soort spul. Hij is wel veel... je kan het zien, hè. Bij die ocean die we hadden, daar bleef echt helemaal niks achter op mijn handen. Je hoort het, mijn handen zijn helemaal glibberig. Ja, er vallen allemaal balletjes uit. Ik ga ze niet eens meer erin stoppen die op de grond zijn gevallen. Hij is grappig, deze is wel veel viezer. Hij is echt veel viezer dan die blauwe. Tot nu toe is die blauwe mijn, dus de ocean, is mijn favoriet. Maar dit, het is een slijmerige zooi. Dit is wel echt een slijmerige massa. Ik ga kijken of het me lukt om hem om weer in het pakje te krijgen. Jo, ben ik nou tegen de camera aangekomen? Ja, maar er zit niks op de lens gelukkig. Hoe krijg ik dit weer in het pakje? Heel lastig blijkbaar. Oké, tot nu toe is dit dus de minste van alle drie. En in de volgende video gaan we naar het laatste pakketje kijken, naar Oil Slick. Nou, ik dacht dus dat Oil Slick dus ook misschien naar een soort olieachtige iets zou stinken, maar nee, waarschijnlijk dus niet. Ik ga zo meteen direct die video opnemen. Maar eerst even mijn handen wassen. Deze, die Volcanic Eruption Scented, die vind ik geen succes. Misschien vind je hem wel leuk. De geur is niet heel bijzonder. Gras en oceaan ruiken lekkerder. Oceaan is een soort menthol, citroengeur. En gras is een soort grasachtige geur. Dit ruikt niet vies, het ruikt een beetje naar iets. Maar het is wel vies aan je handen. Nou, ik ga even mijn handen schoonmaken. Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. En tot de volgende video. Doei doei!